Nou, vandaag was een hele bijzondere dag voor de Sint Maartenskliniek. En dat kwam omdat we vandaag de laatste paal in de grond hebben geslagen voor de bouw van ons nieuwe revalidatiecentrum en ons nieuwe operatiekamercomplex. En dat is bijzonder omdat we de komende 450 dagen gaan bouwen, zodat we in het tweede kwartaal van 2019 ons nieuwe ziekenhuis kunnen openen. Nou, wat je ziet is dat in de gezondheidszorg de ontwikkelingen heel erg snel gaan. Qua techniek, qua de wijze waarop we patiënten kunnen beter maken. En wat we eigenlijk willen is dat ons gebouw daarin meegaat. En het gebouw is 25 jaar oud. En dat betekent dat we nu de volgende slag maken in de technologie die te gebruiken is in ons ziekenhuis. En dat betekent voor ons operatiekamercomplex is dat dit het modernste is wat we ter wereld gaan bouwen. Het is de eerste keer dat een dergelijk concept gebouwd gaat worden. En dat houdt in als voorbeeld dat er opnieuw gekeken is naar hoe kun je nou het beste werken op operatiekamercomplexen. En er zijn eigenlijk 360 verbeteringen uitgekomen en een paar daarvan zijn ontzettend mooi. Bijvoorbeeld dat we nu niet meer een lamp aan het plafond hebben hangen, maar dat de lichten, de operatielampen die gebruikt worden, geïntegreerd zijn in het plafond. En daardoor betekent ook dat er minder stofdeeltjes op een operatiekamer zijn, dat dokters minder afgeleid worden door lampen die aan het plafond hangen. Maar bijvoorbeeld ook dat we met ozon de OK kunnen desinfecteren. Dat wordt nog nergens gedaan, omdat de apparatuur daar niet voor geschikt is en het complex zelf. Maar hier hebben we dat zo gemaakt met het concept Optimus, dat we dat hier kunnen doen. En dat betekent dat de infecties nog verder kunnen worden teruggedrongen dan we nu al doen. Het is klaar, eerste kwartaal 2019. En dat betekent dat we daarna alle processen moeten gaan inrichten. Dus we hopen dat ergens in het tweede kwartaal 2019 we volledig weer in full swing zijn met ons nieuwe revalidatiecentrum en ons nieuwe operatiekamercomplex. Vandaag was de opening met een eerste schuine streep laatste paal. En dan gaan we echt het ziekenhuis openen, want het belangrijkste is niet het paal in de grond, maar het belangrijkste is de eerste patiënt die we in ons nieuwe ziekenhuis kunnen ontvangen.